Door VONN is een dagje uitgeorganiseerd in Nationaal Park De Biesbos. Welkom bij rondvaartbedrijf Silvermail. Wij organiseren varende evenementen en compleet verzorgde arrangementen voor kleine en grote groepen en individuele passagiers. Voor zowel jong als oud, of u nou houdt van rust of avontuur. Ik ben Nick Akvoort, een van de twee organisatoren van vandaag. Bijna Kluxen is de tweede organisator en jullie zullen ons vandaag af en toe spreken. Dan zijn we omstreeks 4 uur vanmiddag zijn we terug hier. Dan begint de reis huiswaarts weer. Ik wens jullie allen een hele prettige dag. Als er vragen zijn of opmerkingen, hoor ik het graag. Waar het de dingen zitten in jullie beschikking. We vertrekken vanuit Drimmelen. De trossen worden losgegooid. Ondertussen worden we getrakteerd op koffie of thee met gebak. We varen de Biesbos in via 1 van de 5 stroomgaten. We varen over de Amer en passeren 1 van de 3 spaarbekkens die zorgen voor het drinkwater voor Zuidwest-Nederland. Vroeger was het een hele grote landbouwpolder, de Zuid-Hollandse Waard. Maar in 1421 is tijdens de Elisabethsvloed de dijk doorgebroken en de hele polder kwam onder water te staan. Omdat het geld ontbrak om de dijk te herstellen, hadden de Maas en de Waal vrij spel. Er ontstond een binnenzee met een open verbinding met de zee. Er was een getijdenverschil van 1,5 à 2 meter. Die stromingen brachten zand en slip met zich mee en zo zijn al zandbanken ontstaan. Er zijn biezen op gaan groeien en vandaar de naam Biesbos. De zandbanken werden te hoog voor de biezen, dat een waterplant is. En vervolgens groeide er riet op. Weer later verdween het riet en ging men er griend telen, dat zijn wilgenbossen. Als het land in de loop van de tijd nog wat hoger wordt, worden de grienden omdijkt en de struiken eruit gegooid. En zo zijn de eerste polders ontstaan. De laatste jaren worden er veel polders teruggegeven aan de natuur. Dit doet men in het kader van natuurontwikkeling en het project Ruimte voor de rivier. Thank you.
We varen door smalle en brede kreken. Naderen het Biesbos Museum Eiland. Dit museum is in 1994 geopend, maar na wat verbouwingen is het huidige gebouw in 2015 geopend. Ervoor ligt een waterspeeltuin, de Biesbos Beleving. In het museum krijgt u een indruk van het verleden, het heden en de toekomst van de Biesbos. Er zijn 7 themapaviljoens. Er wordt een documentaire over de Biesbos gedraaid. De Biesbos is ontstaan uit de Grote of Zuid-Hollandse Wacht. Deze moeten omstreeks de 13e eeuw ongeveer hebben uitgezien als de Alblasser Waard of de Krimpeler Waard in de 19e eeuw. Met veel water, mooie dorpjes langs de rivierdijken en langs de omgillingspaden in de polder, maar ook met hier en daar een kasteel. Ook de zegenvisserij werd beoefend. Daarbij werden vanaf de wal of vanaf een zandplaat lange drijvende netten uitgezet en na enige tijd weer ingehaald. De drijfnetvisserij vond plaats vanaf schepen met behulp van een in het water drijvend net. Ook vond altijd al veel visvangst plaats met behulp van korven en fuiken. Korven waren gemaakt van bilgeteen, fuiken werden gebreid. We zien onder welke vaak moeilijke werkomstandigheden de geriemdwerkers leefden. Thank you.
Terug aan boord ontvangen we consumptiemuntjes. Een uitgebreid lunchbuffet staat voor ons klaar. Via een andere route varen we weer terug naar Drimmelen. De getijdendelta heeft door de aanleg van de deltawerken zijn grote getijdenwerking verloren. Toch bedraagt het getijdenverschil nog steeds 40 centimeter. De Biesbos behoort tot een van de grootste natuurgebieden van ons land en mag zich dan ook een nationaal park noemen. Zo eindigt deze regenachtige dag toch nog zonnig.